De Universiteitsbibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert na eerdere exposities in verband met culturele dagen nu ook een expositie in verband met 160 jaar afschaffing slavernij. Deze expo, Eenheid is Kracht, moet meer bewustwording creëren over het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers. Arantxa Swedo maakt het volgende verslag. In kader van 160 jaar afschaffing van de slavernij en de verjaardag van de Adacus Bibliotheek hebben zij dus een expositie georganiseerd dat gaat over het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers. Hierover praten we met mevrouw Denise Tellig en de directrice van het Adacus Bibliotheek. Directeur van de Universiteitsbibliotheek Tanya Sitaram zegt dat het belangrijk is om het cultureel erfgoed tentoon te stellen op een centrale plek die toegankelijk is voor een ieder. In de opzet is ervoor gekozen verschillende Afro-Surinaamse cultuurelementen te belichten. Er zijn verschillende redenen voor het vervagen van cultuur, maar Sitaram vindt dat er daaraan gewerkt kan worden. Maar mensen hebben ruimte nodig dus. En dan denken ze, oké, al die oude spullen, we moeten ervan af, want we moeten hier onze nieuwe sofa zetten of iets. Dus de meeste mensen hebben die spullen weggedaan. En wanneer je dan gaat nadenken over je verleden, over je geschiedenis, hoe wij hier ook samen kwamen, en wat hebben we meegenomen, dan pas ga je realiseren van, dat had ik in de magazijn, maar ik heb het weggegooid. Dus die bewustzijn moeten we toch weer proberen te creëren door de mensen die niet dat financiële waarde ervan te laten zien, maar dat emotionele dat eraan hangt. Dat historische dat eraan hangt, dat ze het een betere plaats geven. Dus die bewustwording, als het een beetje is verdwenen, moeten we helpen. We moeten helpen dat weer, die feel weer aan de mensen te geven. Door Denise Tellig, die executeur testamentair is van Evert van Laar, is er een collage van zijn collectie gemaakt. Van Laar was Nederlands Rijksarchivaris, wiens mooie Surinaamse collectie is geschonken aan de bibliotheek. De collage geeft een beeld van de verschillende geschiedenisdocumenten die door de jaren heen door Van Laar zijn verzameld. Het is extreem belangrijk, denk ik, voor iedereen en zeker voor Surinamers in het algemeen, om kennis te nemen van de geschiedenis. Want er zijn heel veel geschiedenisboeken over, hè, en over alle bevolkingsgroepen. Hè, want we hebben natuurlijk een heel multi-samenleving. En iedereen kan iets van zijn voorouders in die collectie vinden. Dus als je gewoon wil lezen of voor studiedoeleinden, ja, kom naar de universiteit en kijk in die boeken. Gelukkig heeft de universiteit ook al een aardige collectie, maar dit is zeker een waardevolle aanvulling op wat ze al hebben. En gewoon een soort versterking van je trots zijn op je cultuur, waar je vandaan komt. Je hebt vaak meerdere voorouders, heel veel mensen, Surinamers onderling. En je kan van al je voorouders kan je hier wat vinden. En zeker ook bij die collectie van meneer Van Laar. De expositie Eenheid is Kracht duurt tot en met vrijdag en is elke dag toegankelijk voor een ieder van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags.